Hoi, tof dat je kijkt naar 4 dingen die je nog niet wist over. In deze aflevering kijken we naar het luchtverdediging en commandofregat, ook wel LCF genoemd. Deze oorlogsschepen zijn de meest geavanceerde schepen van de Koninklijke Marine en behoren tot de internationale top. Nederland heeft 4 van deze schepen. De Zijner Majesteit Tromp, de Ruiter, Evertsen en de Zeven Provinciën, die allemaal tussen 2002 en 2005 in dienst zijn gesteld. Met het uitgebreide wapenarsenaal kan het luchtverdediging en commandofregat, of kortweg LCF, een compleet vlootverband beschermen. Uitgerust met de Smart L-laser die een bereik heeft van 450 kilometer, speelt het LCF een grote rol in de verdediging tegen ballistische raketten. Maar voordat we echt beginnen, vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Zo weet je precies wanneer er weer een nieuwe update is en blijf je op de hoogte over wat je moet doen om te kunnen werken bij Defensie. 1. Werkzaamheden. De belangrijkste taak van het fregat is luchtverdediging. Deze verdedigingsfunctie houdt in dat de vloot helemaal beschermd wordt tegen dreigingen uit de lucht en de zee. Dit doet het LCF met een geavanceerd systeem wat in staat is een internationale raket binnen een straal van 2000 kilometer van het schip te detecteren en te volgen om het daarna uit te schakelen. Een andere taak van het schip is de commandofunctie. Het schip kan een complete operationele staf aan boord nemen, die dan de leiding heeft over meerdere schepen. Daarnaast worden de schepen ingezet in de strijd tegen piraterij. De Zijner Majesteit Evertsen was het vlaggenschip van de antipiraterij NAVO-missie Ocean Shield. Tijdens deze missie werden diverse mensen uit de zee gered, 26 verdachte schepen onderzocht en 454 vrachtschepen gecontroleerd. 2. Bewapening. Op een groot schip is ruimte voor grote wapens. Daarom is er slim nagedacht waar de wapens zijn ingebouwd. Wat dacht je van een automatisch ladend 127 mm kanon op de bak, ofwel het voordek? Deze is inzetbaar tegen vijandelijke schepen en gepantserde landdoelen tot een afstand van 30 kilometer. Daarachter zit het Mark 41 Vertical Launch System. Dit zijn 40 verticale lanceerbuizen die radargeleide Evolved NATO Sea Sparrow raketten op spectaculaire wijze recht de lucht in lanceren. Deze ESSM raketten schakelen op middellange afstand vliegtuigen en supersonische raketten uit. Op het middenschip staan 8 schuin geplaatste lanceerbuizen, gevuld met harpoen antischeepsraketten. Deze worden afgeschoten naar een vooraf ingesteld gebied en gaan vanaf daar zelfstandig aan het werk om het doel aan te vallen. Vandaar ook de bijnaam de Fire and Forget raket. Als laatste is het schip uitgerust met Mark 46 torpedo's, die zowel op als onder water schepen uit kunnen schakelen. Qua verdediging zit het dus wel goed. 3. Sensoren. Met wapens alleen kom je er niet. Daarom hebben de schepen ook vele sensoren aan boord. Bijvoorbeeld de Smart L Extended Long Range Radar. Deze radar is zo goed dat vanuit Hengelo een voorwerp de grootte van een tennisbal op de Veluwe zichtbaar is. De Smart L wordt daarom ook ingezet bij het onderscheppen van intercontinentale raketten, ook wel ruimteraketten genoemd. Deze kunnen met snelheden van 20.000 km per uur een deel van hun baan hoog in de dampkring afleggen. Deze raketten kunnen een chemische of nucleaire lading hebben, dus het is essentieel om ze te onderscheppen voordat ze hun doel raken. Het LCF geeft vervolgens opdracht aan een NAVO-partner om de raket uit te schakelen. Hiermee levert de Nederlandse marine een essentiële bijdrage aan onze verdediging. 4. Bemanning. Deze schepen, wapensystemen en sensoren worden aangestuurd door een team van 174 bemanningsleden. Aangevuld met staf komt dit aantal op 202. Om goed voorbereid te zijn op hun taken worden er regelmatig oefeningen gehouden. Hierbij trainen we bijvoorbeeld onze technische specialisten en luchtverdedigers. Luchtverdedigers testen de software. Bij de lancering van de raketten SM-2 en ESSM vliegen de vuurballen je dan ook om de oren. Om te kunnen werken aan boord van een marineschip zoals de LCF moet je dus bijna net zo scherp zijn als de Smart L-radar. Dit waren 4 dingen die je nog niet wist over het luchtverdediging en commandofregat. Nu weet je alles over deze drijvende alleskunners en de belangrijke internationale rol van het LCF. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen over werken bij Defensie. En laat in de comments achter waar jij nog meer over zou willen weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.